gewoon allemaal droog. Kijk, ik hoef er al niks meer aan te doen. Oh, dan is het een snelle afwas. Kijk, die. Oh. Ja, die. Maar voor de verre is hij droog. Heb jij ook zo lekker geslapen? Oh, heerlijk. Het was echt heerlijk. Oh. Goedemorgen. Goedemorgen. Is de multimediakamer. De multimediakamer, dat is wel leuk. Want Corino, die heeft even denken hoor, moet ik even zeggen. Dit is een Nintendo Switch wat hier staat. Ja. En die heeft een controller vast onder de tafel. Heeft die controller, daar is die. En was hij aan het spelen vierde? Ja, Lego Fortnite. Lego Fortnite. Bestaat dat? Ja. En dat is, dan heb je de wereld, is gewoon van Fortnite. Maar je bent dus gewoon wel een Lego poppetje en kan met Lego bouwen. En dat is best leuk. Knietje vindt het leuk. Afspelen. Laat je eens je huisje zien, Filemans. Ik ga even de tafel dekken. Hè? Good job. Good job. Goedemorgen. Zaterdag 18 mei. En je ziet het op de achtergrond. We zijn in Otterlo. En dat is het huis op de achtergrond. Heerlijk geslapen. Super bedje. Oh, wat een heerlijk huisje. Het is lekker rustig. Hier zit nog iemand met een bladblazer of iets te werken. Maar dat hoort in de natuur. Dus ik ga even lekker een uurtje met Leo het bos in. En dan is hij ook weer rustig vandaag. Heerlijk. Nou. Ga met die banaan. Hoe mooi is het? Kijk eens op de achtergrond het paadje. Oh, geweldig. Kijk eens hier. Oh. En hier komt een mooi huis met een rieten dak. Heel mooi huis, kijk eens daar. Wauw. Dat is mooi, hè. Nou, ik ga lekker wandelen. En dan komt het allemaal heerlijk goed. Ik wist niet dat ik al zo ver geweest was. Dat is wel erg ver gelopen. Nou, dat is wel heel ver. Oeh, die is te koop. Oh, oh. Beetje groot. Nou, ik ga lekker richting huiswaarts. Ik ga lekker weer naar het vakantiehuis. Gaan we lekker ontbijten. Leo is lekker moe. Kijk, je ook lekker eten en drinken. En het is heerlijk weer. De vogeltjes fluiten. Heel veel. En komt het allemaal weer goed. Heerlijk. Ik ga een beetje met de aanhangertje langs. Nee, het is zo lekker hier. Dus dat ik nu even op de weg loop. Maar het is zo rustig hier. Je hoort hier helemaal niets. Zalig. En ik kom net langs een hele grote kast. Wat ze gemaakt hadden. Was meer zo'n klein tuinhuisje. Wat open was aan de voorkant. Koopjeskraam. Of koopjeskast was het. Stond een gedeelte gratis. Maar ook een gedeelte betalen. Het waren allemaal kleine prijsjes. En er stond dan gewoon een melkbus naast. Met een gleufje in. Dat was de kassa. Super toch. Nou, ik ga lekker koffie maken thuis. En gaan we lekker eten. Tot dadelijk. Hallo. Hier zijn nog vogeltjes, hè? Hier zijn zoveel vogels. Heerlijk geluid te horen. Nu zie ik de achtertuin. Gisteren was het al een beetje aan het schemeren. Ons leenbiepje staat dus achter die struik, hè? Ons leenbiepje? Ja, hier staat een leenbiepje op de straat. Oh, op de, en dat staat hier achter. Het staat net hier achter, maar ik heb nog wat veel leukers gezien. Een eekhoorntje? Nee. Een soort verkoopkast
Met een gedeelte gratis en een gedeelte voor de verkoop. Is op de grote straat, een stukje verderop. Oh, dan neem je ons straks mee. Dan gaan we daar naartoe. Ja, nee, kijk, kijk, Jonas, helemaal meteen. Ja, ja, ja. Ik vroeg net al of er iemand mee naar heb je kleingeld bij je dan? Nee, ik heb niks. Oh, maar papa zegt als je naar het leenbiepje wilt, dat is hiernaast. Ja, dat weet ik. Leenbiepje is ernaast, maar die kast is een hele grote. Lukt toch? Ja, dat is heel leuk. Ben jij ver geweest? Ja, dat zie je toch? Ja, maar zo'n goede bak water aan eten geven. Dat is lekker. Oh, we kunnen misschien vandaag buiten zitten. Moet ik de stoelen hier uitklappen, kunnen ze goed drogen. Ja. Hoeveel zijn dat er? Twee? Twee, vier, zes, zeven. Perfect. Ja, er staan er ook nog twee andere kappen daar. Oh ja, aan die kant staan er ook nog, ja. Dan hebben ze dit klaargezet voor ons. Kom je lekker eten? Ik ga lekker eten. Ik ga koffie voor mezelf maken. Komt. Eens kijken. Hoeveel gsm'tjes zijn er? Hoeveel multimedia is er? Kijk eens hoe gezellig het hier is. Super gezellig. Eén. 2, 3, 4. Dat had ik niet van jou verwacht, want normaal doe jij niet mee en daar is 5. Dat is geen idee aan doen. Ga ik ook nog eens doen, David. Dat heb ik wel gedaan. Nee, want als ik naar de boerderij van Saar ga, de naam heb ik dus nog in onze boekding staan op dit spel. Daar stond, even bekijken. Hier. Geo's Farm is 173 dagen, 13 uur en 59 minuten geleden voor het laatst online. Dat kunnen we ook gezien. Jij zit in de spotlight. Dat wel. Hey, je zit in de spotlight. Ja, joh. Jij hebt de EHBO-hulp nodig. Ja, Paxi. Ja. Ja. Wat is dat? Ik heb woensdag bij praktijk een metaalsplinter meteen gekregen. Die heb ik zelf eruit getrokken. Maar ik denk niet ver genoeg. Dus nu heb ik zo'n dikke teen. Het doet ook pijn. Maar... Hoe wil je nou een metaalsplinter in je teen krijgen als je wil dat werken op school? Ja, en ik had mijn werkschoenen aan. Dat is nog het klasse. Dan is het niet van school. Toch veiligheidsschoenen dan? Met ijzeren punt, dat kan dat toch niet? Ja, ik weet niet hoe. Nee, maar dat is dan niet van school. Zat het al in mijn sok dan? Ik denk het. Bijvoorbeeld met wissel. Bijvoorbeeld. Maar ja, ik denk dus niet ver genoeg. Want ik dacht, ja, dat doet maar eventjes pijn, die paar dagen in daarna is weg. Ik heb een ontslagersmes vorig in de laatste. Nou, ik zou niet te hard ermee lachen, want Fierder heeft ook een ontstoken teen gehad. En dat werd een heel ander verhaal. Ja. Maar mijn is de onderkant, dus niet de naakt. Ik ga zo kijken. Ja, ik heb nog lampjes bij me, ik weet niet of ik pincet bij me heb, maar even kijken. Ik ga koffie maken. Ja, kom, we gaan lekker smikkelen. Ja, we lopen weer om de autoscene. Ja. Ach, wat is met Paartje gebeurd? Met Paartje zit gevangen, zielig, hè? Quirino? En ik verzorg hem nog wel zo goed. Waarom zit Paartje hier? Wandelroutes. Een wandeling naar de zandverstuiving. Een hondenrondje. En je zou ook nog naar boerderij Mossel kunnen wandelen. Oké. Helemaal uitgewerkt. Oh, wat lief. Ja. Maar de zon schijnt. Ja, het is lekker buiten. Heel veel. Heel veel vogeltjes. We gaan lekker smikkelen, hè? Ja, lekker eten. Ja, lekker koffie drinken. En gisteravond heb ik met papa een wandeling gemaakt. En toen dachten we dat we een hert zagen, maar het was gewoon een hond. Het was een hond. Ah. Het leek alleen een hele lange staart. Ik zou zweren dat het haar maar een lange staart is. Ik zei, het is een hond, papa. Het is een hond. Maar hij zei, nee, het is een hert. Het is een hert. Ah, als je erin gelooft. Smakelijk. Smakelijk, vriend. Smakelijk. Ja, en bij Quirino schrijven we even op wat je allemaal smikkelt, hè? Ja. Ja. Moeten we het eventjes hier... Dus, oh, is het al 10 uur? Mm-hmm. Oh. Ja, schat. Zo hard gaat het. En lekker uitgeslapen. Heerlijk. Lekker gedoucht. Lekkere koffie. Met die actioncam. Ze heeft ook een beetje zo gefilmd en een fotootje gemaakt. Maar het was bijna donker. Dus, We gaan lekker wandelen. Ja, we gaan lekker wandelen. Oh, dan gaat die foto's maken. Die passen. Zullen we
we daar eens kijken naar jouw tinser? Ja, zal ik eens even een lamp kijken? Ik heb lampjes meegenomen, ook voor 's avonds. Goed, spieken. Het is wel lekker buiten. Waar wil je tot ik ga zitten? Dat is voor 's avonds met de hond. Zullen we op de bank of zo? Maar dan is het al donker. Ja, wacht, doe maar hier. Met de voet opleggen of daar gaan zitten? Nee, je moet daar de voet op leggen. Ik ga eventjes kijken of ik nog een groot mes en een touw en alles heb. Verdoving? Of zonder verdoving? Volgens mij valt de schade nog mee, joh. Het doet wel pijn, maar volgens mij valt het toch. Ja, te drukken en openen. Het is heel lekker buiten. Deze wel, even wat frisse hoeft. Als je even wacht, het is een actioncam. Ja, maar... Van de zeeman. Hele van de zeeman. Dus dat is niet zo'n goede... Daarom, dat is leuk, dan kan hij er ook lekker mee. Ja, ik heb ook eigen bij, denk ik. Oh, Donald Ducks. En Garfield. Kun je het lekker lezen, hè? Dan kun je hem terugleggen. Ja, kun je hem terugleggen, ja. En Sarana zei al, we hebben ook een paar boeken bij. Die kunnen erbij. Ja, zeker. Sar. Ja. Oh, dat is de muur, ja. Oh. Wielrennen. Kampioen. Oh, compact wonen. Hé, hey, dat is leuk. Ik ga daar kijken of ik hem niet... In een container woont hij. Huisje gebouwd op een container. De anderen lopen door. Ja, en die hebben de kaart... Oh, op de kaart, op de kaart. Dan heb je een leuk t-shirt aan, Kiona. Nou, echt? Nou, niet echt. Niet echt. Toch? Quirino is enthousiast. We gaan de paaltjes volgen. Ja. En dat is maar, wat was dat? 4,5 kilometer, ja, 4,5 volgens mij. Kijk, dat is mijn wandelbaan. Ja, dat wilde ik net gaan doen, ja. Ik heb dus net, hè... een foto doorgestuurd van ons huisje naar paps en mams, hè? Mm-hmm. En daar is het slecht weer. Oh. Dus, wij... Hier niet? Nee. Oh, hij kan lezen, ja. Hij kan lezen. We gaan 45 kilometer. Dan moeten we even doorgaan. Een rood bordje. Ja, bij het rood bordje moeten we naar rechts. Hier moeten we naar rechts. Het park op. Ja, hij leest dat voor. Toch? Hij zegt bij het rood bordje. Dat witte pand is het rood bordje. En dan moeten we rechts over het loop. Hier moeten we op. Je wordt niet gehoord? Nee. Zoals altijd. Och, wacht, schat. Wat doen bij het rood bordje? Daar is het rood bordje. Nee, laat hem nou even lezen. Dat is het rood bordje. Je lijkt alsof je nu geïrriteerd raakt. Is hij al de hele ochtend? Ja, echt wel. Je bent echt zo gereinigd vandaag. Jawel hoor. Wat zijn er veel in het zwart? Dit is vandaag de dag van de zwart. Allemaal in het zwart. Ja, en dan moeten we dus gaan rechts. Dan gaan we hier zetten op de kool. Ik wil ook. Ik heb drie soldaten. Maar kijk, hier heb ik dit eigenlijk. Van mijn schoolopdracht. Gie, het loopt dood. Ja, het staat erop, hè. Wat zeg je dan? Sorry, schat. Nee, het staat erop. Kom maar terug, hè. Terug? Ja, kom maar terug. Ik zijn nog geen meter. Erg, hè? Ik kijk heel graag naar Hunted, hè. En dan moet je echt goed kaart kunnen lezen. Hè? Dan zeggen ze altijd, kaart lezen is het belangrijkste. Hè? En dan denk ik, dat kunnen wij dus niet. We doen iets fout. Ja, we lopen super leuk in de nacht. We lopen even terug, want we hebben fout. Als het test op mijn laptop zetten. Papa is altijd zo goed te rekenen. Nee, het staat er toch. Nee, maar vast. Daarna wil je het bereik. Nee, het staat er. Net als bij het onbekende. Was er iemand die pak het papier zelf. Pak het papier zelf. Je
ook eens dat je wel een fout hebt. Ik vind het hartstikke gezellig. Kom, tijd voor een pepermunt. Mag ik papier zelf? Oh, die heb je vanuit het huisje. Ja, dat zijn we. Je papa zegt pepermuntjes als hij nu weer fout heeft. Kom! Wie wilt het? Ik durf. Kan je niks van zeggen? Ik kan niks meer zeggen. Ga daar op het huisje. Hoe maak je dit open dan? Hoe is het nog 340 meter op weg? Hij kan niet eens een dingetje openen. Oh, we liepen langs het paaltje. Okay, zijn we hondenvoetje? Kom. Dat werkt niet. Meestal deed ik dat over de lange weg openmaken. Dat ze gewoon in één keer allemaal losschoten. Ja, maar dat doet het dus niet. Zo, kijk. Ja, zo. Kijk, dan haal je alleen het papier weg. Kom. Huh? Kom, we lopen er. Wat is dit? Goed zo, Quirino. Een hondenvoetje. Ja, we liepen gewoon te ver. 100 meter was ook nooit zo ver. Hey, goede speurder. 200 meter. Oh. Nou zeggen we sorry tegen elkaar en dan lopen we gezellig door. Kan je me helpen? Ja, nee, ik nou ook niet meer. Nou, man. Wie is hier goed in verpakkingen openmaken? Dit hele ding gaat niet open. Johan, anders lopen wij hem vanmiddag met Leo nog een keer. Hè? Dan gaan we nu stil zijn en luisteren naar de vogels. Ja. Je doet je ogen dicht. Ik ga een paar rondrijden, dan zeg jij links kijk, of rechts. Kijk, er is een paaltje met twee poortjes. Eén die kant op en één die kant op. Ja, wat staat daar, op dat paaltje dan? Draaien. Wat wacht even. Links of rechts? Rechts. Maar, dan gaan we open. Hallo, wat staat daar op dat paaltje dan? Daar stond helemaal geen pootje. Waarom geloof ik dat niet? Ik denk die kan. Ik denk dat we dat aan papa moeten vragen. Ik volg gewoon. Ga maar. Maar staat er niet op je routebeschrijving? Oh. Nee, je moet de blauwe poot. Zullen we de meeste stemmen gelden doen? Want ik denk namelijk de andere kant. Want je komt zo aanlopen, je ziet deze kant. Damien, wat denk jij? Ik denk deze kant. Ik ook. Ga aan de kant staan waar je denkt dat je naartoe moet. Oh. Ik ben neutraal. Vierdag, Fiek, welke kant? Welk hondenpootje moeten we volgen? Want er staan er twee. Fiek, kom hier nog. Dan moet je even parkeren. Fiek, kom hier. Zie je wat je gewoon omhoog? Ja, deze kant. Nee, Fiek. Jij, dat noem ik. Nou, als toch staan we in de meerderheid. Zullen we verder gaan? Ja, deze kant is het meest, die kant. Ja, kom maar. Deze kant is het meest. Ja! Voorzichtig. Wie het eerste bij mij is, je moet mij aanraken. Gewonnen. Oh, nee, dat is niet eerlijk. Kun je komen? Wie het eerste bij mij is? Ja, gewonnen. Nee. Jongens. Ik tel tot 10. 1. Sarah, we komen hier voor de rust. 2. Sarah, dit is een stiltegebied. Hey, Sarah. Alsjeblieft. 3. Kom. Het is een stiltegebied. Het gaat met fout aan. Corinne heeft goed geslapen. Ja. Het was ook heel laat, hè? Was, ja, wat was het gisteren? 9:30? Ah, misschien nog wel later. Was het later? Ja. Het was zo laat dat toen wij gingen zitten, was het 10:30 kwam het shownieuws. En wat was dat shownieuws? Shownieuws is 10:30.
Nee, dat was... Was zelfs 10 over 10:30. Nee, het was hart van Nederland. Hart van Nederland. Hart van Nederland, ja. Toen zaten wij. Ja, toen zaten we. En toen had Sarana zin in een bokkel en waren wij eigenlijk leeg. Ja. Hey, maar dit is ook een lekker blokje voor de... Ja, jij hebt de kleding mee, hè? Ja, ik heb ze mee. Ja. Gie heeft de hardloopkleding mee, ik niet. Ik niet. En laat hem maar lekker gaan. Hè? Kan je lekker gaan oefenen, Gie? Ja. Hé, hey, daar komt een hondje. Ik weet niet van zeggen hoor, maar we zijn een cirkeltje gelopen. We komen weer terug bij het poortje. Dan had je toch daar achter naar rechts gemoeten. Wat zeg ik je? Mijn draaimethode werkt. Nee, en nou weet je het eens meer beter. Nee, jij was neutraal. Je ik ging was van... neutraal. Dus ik bemoei me er ook niet mee. Ik zeg, ik geef alleen een optie. Had je daar wel naar rechts gemoeten. En nu zijn we terug. Ja. Kunnen dus, beter koffie gaan. Als we hier terug gaan en we gaan dan naar links om, kom je dus bij dat andere stukje uit. Dan heb je toch de ronde gemaakt. Tegengesteld gelopen. Tegengesteld van de andere kant. Gewoon een kratje terugvolgen. Ja, nee, maar kijk. Ze staan twee kanten op. Papa! Ja, wat is? Help! Wat is? Help! Op een been! Op een been! Die been! Die been? Andere kant! Die been? Ja, hij is weg. Wat? Hij vliegt hier. Ah! Dat was een mug! Ja, dat was een mug. Ja, ook, ja, we gaan weer terug. Marina, we lopen terug. Marina, we gaan aan de kant. Kijk, we gaan ze nu zo volgen. We zijn al zo lang bezig en we zijn pas 0,6 kilometer. Nee, 0,99. 0,6. Kom. Ja, maar we zijn al 30 minuten gelopen. Ja, van thuis. Van thuis begonnen. Ja, maar zij ook. Ja, maar zij heeft een oor... Nee, kom maar. 1 kilometer voltooid. Ja. Ik heb Sarah ook aan dat... alles erop. Oh, Sarah maar. Want wij doen de camera's niet zo goed. Ja, ik heb hem nu al. Ja, heb je hem? Jee, dit is groter dan de vorige toen. Durf je hem ook op je hand? Nee. Oh. Het hele ding werkt toch voor geen meter? Nee, Sarah, ik weet het. Maar hij is wel leuk gewoon. Ja, daar is hij. En daarom vind ik hardlopen dus leuk, hè? Want we komen geen meter verder. Hè? Ja, geen meter verder. Ja, is ook een vriend. Ja. Ik kan hem ook meenemen, precies. Nee, zet hem lekker op zijn boomschors. Waar is die andere eigenlijk? Nee, weet je wat ik wil graag van die koeien. Die heb ik tussenin gegaan. Maar die koeien pissebedden kun je gewoon bestellen, hè? Ja, zijn! Hier is een pissebed. 50 cent per stuk en die heb ik ook zo'n 100 euro. Hier is een pissebed. Oh, 50 cent per stuk voor pissebed. Dat is de goedkoopste. Hier is een pissebed. Hier zijn ze voor niks. Ja, ik zie het. Als je nou zelf je habitat thuis maakt, ga je ze dan zoeken. Ja, dan zet je ze erin. Nee, dat klinkt ook heel sneu. Ja, waarom? Als je ze gewoon bestelt, dan weet je ook zeker... Of ze ze nou in de tuin onder het tegel zitten. Dan ziektes in zitten. Ziektes? Ziektes. Ja, die hebben ook ziektes en zo. Als ze een pissen met paarsig is, is hij ziek. En weet je... Nee, schijs. Niet schijs. En die zijn als een kangoeroe, ja. Hè? Pissenbedden hebben buideltjes, hè? Net als een kangoeroe. Super, schat. Ik zijn wel schattiger dieren op aan. Nee. Oh, waar is dat? Hey, help ons eens. Mooi, ja, een beetje richting... Ja. Nee, ik mocht niks meer zeggen. Ik weet echt niet. Volgens mij kunnen we hier rechtdoor. Ik denk het ook, maar ik mag niks zeggen. Damien, zeg jij het dan en zo? Ja, recht zo die gaat. Kijk eens daar, hoe mooi. Ja, prachtig. Mooi, waar moeten we heen? En Damien zegt zo. Is de weg. Ik heb al trek. Ze hebben nu gelopen, veel. Ik heb wel echt honger. Het is gewoon steeds verdrietig. Ja, qua afstand. Het is gewoon leuk zo. Ik vind dat zo'n leuk spel, hè? Ja? Ja, ik durf dat niet met ons gezin. Ik weet niet hoe dat spel heet, hè? Maar dan heb je dus allemaal van die blokjes staan. En die moet je dan omgooien. Ik vind dat zo leuk op de camping altijd. Maar ik durf niet zo goed met ons gezin. Met het gooien van die blokjes. Wat denk jij? Dat is wel leuk. Maar niet gevaarlijk? Dat ligt aan hoe je gooit. Als je normaal gooit, niet. Ik weet niet hoe het spel heet. Kup. Laat het gat op. Gaan we opzoeken. Ja, dan moet je het echt doen in een open ruimte, ja, hè? Ja.
kilometer voltooid. Over het bruggetje. Of dan gaan ze naar één biepje. We zijn terug. Ja, kijk eens hoe mooi het ligt. Ja. Zonnepaneeltjes erop. Oh, zo mooi hè. Papa, ik moet plassen. Ja, kom maar. We gaan lekker buiten eten. En ik heb zuur vlees van thuis meegenomen. Kunnen we die lekker opwarmen? Boterhammetje erin soppen? Lekker. Corine moet plassen. Proberen. Een glazen balkon in Arnhem. Vierde, wat wil je niet proberen? Zij zegt dat hij deze vakantie uit moet. Ik zeg, ik ga eens kijken of ik ooit zin in heb. Er staan twee regels in een pagina. Oh, die verkoop op eenden. Ik zei, ik ga eens kijken of ik er nog een keer zin in heb. Maar je, moet maar je hebt ook lekker weekendje vrij, hè, vent? Ja. Pluimvee Museum. Zijn dat dan opgezette kippen? Denk ik dat niet. Nee. Laat ook zien hoe de eitjes worden uitgebroed en al. Ja, er zit een kip erop. Nee. Nee. Oh, waarom te lampen? Ja. Waar ligt dat dan? Mooi hoor. Kijk, Sarana, zussen voor altijd. Ja, ik ga ook zo kijken. Oh, je zegt maar schrijf maar een schrijf. Kijk eens hier. 1080. Ja, mooi. Vlindertuinen. Ja. Ik kom ook kijken, Kier. In Harskamp. Hé, hey, we gaan buiten de tafel dekken, hè? Ja, we gaan buiten de tafel dekken. Oh, die bellen. Dat vind ik wel leuk. Ja. Welke wil je? Liggen er genoeg? Eén die bellen is prima. Ik heb ook een alle handen mee. Kerst, lente, zomer. Ja, daarom. Feest. Welke wil je? Doe maar de zomer. Zomer. Ja. Daar gaan we zien. Die is goed, Saar. Vier het leven. Vier het leven. Vind ik een mooie tekst. Tijd voor jezelf. Dat lukt niet. Doe maar vier het leven. Lees eens even voor. Dit is het boek is voor. De grote B&B kids. De grote B&B dit boek kids. Is van ons. Zo. Oei, oei. Ga er eens doorheen. Oei, oei. Dit boek is van ons. Waar moet je allemaal je eigen foto's in doen? Leuk, hè? Huh? Ja, leuk. Dat is een fotoalbumpje. Leuk, hè? Oh. Die vind ik echt leuk. Hoe start je eigen B&B? Het is warm, hè, vent. Gek, hè? Bij ons hoor je dat niet meer. Nee. Maar bij ons is ook te veel kabaal, hè? Van bussen en auto's en hangen. Natuur. Heerlijk. We blijven gewoon. Kijk, zo mooi. Kom ook even zitten. Ik ben al koffie. Ik kom daar nog bruin terug thuis. Nou, dit hadden ze niet voorspeld, hè? Want ik heb stiekem thuis gekeken. Hè? Maar daarom kijk ik nooit. Kijk gewoon naar buiten. Als je ziet hoe je gisteren hebt ingepakt. Oh, hou op, ik wil het niet meer weten. Dat wil ik heel snel vergeten. Ah. Lekker, Leo. Leo. Anders moet je in het gras gaan liggen. Ja, dat is lekker cool. Schuif je een beetje op. Dat hij daarachter lekker gaat liggen. Kom eens mee. Pak je de stoel erbij, Fiona. Ga je naast de plek? Dankjewel, Saar. Ja, ik heb deze. Mode. Mode? Ja. Ontwerp je eigen mode. Budget outfit onder de 140 euro. Nou, 140 euro vind ik geen budget outfit, hoor. Ja. Hey, gaan jullie allemaal weg? Ik ga er. Het is wel warm, moet ik eerlijk zeggen. Och, jongen. Is het gras nat? Ja. Ik heb slippers aan. Oh, je ziet dat Leo dat lekker vindt, ja, in dat natte gras. Kom maar niet af. Ah, oh, ja, dat gras is echt nat. Ja, tuurlijk. Oh, wat ga je van weg zitten doen? Ja, doe gezellig. Ik heb zo aan, dus ik ga niet over dat natte gras. Uh-huh.
Heb je je koks niet bij je? Nee. Oh, dat is lekker slim. Ik heb het je nog gezegd thuis. Ben ik vergeten. Nou, ik ben voor Quirino alle schoenen vergeten. Leuk geluid, hè? Vogeltjes en koffie. Helemaal top. Vakantievoelens. 1000%. Ja, mooi hè. Mooi. Ik ga even een foto van de meiden nemen. Ik vind dat leuk daar. Kijk. Is dat voor het klompenpad? En hier moet je dus het klompenpad mee doen. Ja, maar ze zijn te groot voor jou. Maar ze lopen niet bij me. Nee, dat loopt lekker. Dat weet ik. Alleen zijn deze helemaal scheef afgesleten. Maar er zitten ook al heel wat kilometertjes in. Ja, en ze zijn wel scheef. Ja, ja, er zijn heel wat kilometertjes al in. Ik heb al mijn doelen al behaald. Goed, hè? Alle doelen behaald? Ja, zeg maar. Daar hoef je niks meer te doen de hele dag. Is toch erg dat wij de schaduwen gaan, hè? Nou, ik kom gewoon gezellig bij jullie zitten. Oh, je komt er gezellig bij. Ik zat ook lekker. Tuur. Wat gezellig. Jij bent degene die het gewaand vindt. Nee, als ik gewoon kan zitten, wat niet. Heb ik daar geen probleem mee. Ja. Ja. Het is net zo'n Playmobil huis, ja, hè? Ja, leuk, hè? Kan mijn dochter van 21 wel stage lopen op het buitenland? Zouden jullie dat doen? Ja. Ja hoor. Want jij kunt dat. Ja. In mijn leeftijd, dat durf je dan toch? Durf jij als je nou naar Duitsland moet gaan voor stage? Maar jij bent toch 20? Ja. Die is 21. Dat is spannend. Uit de oude doos. Nou, dat zit daar. Stop. Ik ga lekker met jou, hè. Ongelooflijk. Wacht, man, probeer het maand te behalen, die leeftijd. Ja. Dat is helemaal omheind, hè? Ja. Daar is zelfs een hekje. Ja. Dus eigenlijk kan die geen kant uit, nee, hoor. Nee, nee. Want vroeger renden ze hier wel doorheen, de honden, en zelfs hebben ook draad gespannen. Dus dat ze niet meer weg kunnen. Ja. Gezondheid. Ik kan dat niet lezen. Anne-Wil. Wat kun je niet lezen, mensen? Dit. Wat staat hier? Anne-Wil. 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 Hier staat toch Anne-Wil? Ja, maar ik bedoel die, als je alleen dit zag. Ik zou denken dat dat twee R's zijn, hoor. Nou, lekker gegeten. Nu gaan we met Leo. En we weten nu de weg. We weten nu waar we in moeten. Vanmorgen een beetje moeten zoeken en fout gelopen. Nu weten we het. Het ligt ook een beetje verscholen, hè? Het is aan de warme kant. Ha. En ik heb geen korte broek mee. Nee. Jij wel? Heb jij een korte broek mee? Ja, ik heb er wel een bij. Ik heb alleen mijn zonnebranding meegenomen. Oeh. Oeh. En het is heel belangrijk dat jij je goed insmeert. Ja, weet ik. Maar ik kan niet van het zonnetje worden. Nee, want dat zei dus ook niet, hè? Nee, dus ik dacht, oh, die hoef ik niet mee te nemen. Nee. Er was heel slecht weer voorspeld. Ja. En ik heb net even met mams gebeld en die zegt, nou, in Maastricht is het echt bewolkt en slecht. En hier schijnt de zon. Hier schijnt de zon naar jou. Kom aan. Tabby. Die gaan we moe maken. Ja, die meneer houdt in, hè? Ja, die stond ook al stil toen bij de borrel kwamen. Dus geen... Die wacht met zijn hond. Jullie zijn echt ver geweest. Hè? Hetzelfde rondje. Ja, het is ongelooflijk. Hetzelfde blokje. Ja. Hij heeft een stukje schaduw gevonden, een hè? Ja, hij kroop meteen helemaal erin. Ik ga even binnenkijken. Ja, is goed. Oh, dan gaat hij zijn wegen al op de grond leggen. Kijk. Dat is echt getekend. Hoi, Damien. Kun je met het blokje hier weg verder? Mag ik kom je meespelen? Ja. Please. Nou, ik heb het warm. Ik heb het ook heel warm. Ik ook. Kijk, Wim. Mooi. Hier kunnen twee wegen naar deze weg. Oké.
Hé, hey, jij hebt die mooie kleurpotloden meegenomen. Ja. Ik hoorde jou nog twijfelen. Ja. Kijk, mijn eigen neem ik sowieso niet mee. Maar dit is van ons allemaal de kleurloos. En die neem ik wel mee. Weet je, ik vind altijd zo eng. Vooral als tijdens de auto er iets gebeurt. Maar... Ja, maar volgens mij lagen ze mooi in een big shop ertussenin. Ja, ja, ze lagen heel mooi. Dus mijn paardje en het teken. Ik ga even bij papa zitten. Dus... Kijk, de haren worden roze en paard. En dan het hoofd en het lichaam wordt dan blauw en groen. Dat is het idee. En jij legt ze ook altijd op terug. Kleur terug, of niet? Ja. Ze heeft maar eentje pakken, want dan weet je waar die heeft gelegen. Zodat ze ook voor de rode en dan... Ik heb al een groene, dus we hebben nog rood en zwart. Die is aan het kopiëren. Ik ga dat hier niet editen. Ik doe dat thuis. Zwart en? Rood. Rood. Oké. Okay. Het zijn magische toverstiften, ja. Hè? Dan kun je mee toveren. Dan kun je een andere kleur mee maken. Ja, maar niet doen! Oh, ik snap al hoe je het kan. Ik ga dat hier niet editen. Ik neem al het materiaal mee naar huis en dan ga ik thuis eraan knutselen. En dat is wel fijn als je niet dagelijks vlogt. Dat geeft mij heel veel rust. Ik kom bij jullie zitten. Gezellig. Ja, ik ga een glaasje water pakken. Oh, lekker. Wil je ook een glasje water? Anders pak ik het al. Oh, nou, kijk. Wil je ook een glasje water? Ga je punniken? Ik wil graag een fles water. Ik moet opnieuw vullen. Ja, ik vul hem wel. Hey. Ja, maar ik moest even nadenken hoe ik hem ook weer opzetten. Dat heb ik vroeger veel gedaan. Ja. Ik ook. Ik wist niet dat jij een punniksetje had. Jawel, ik diep in mijn naleggen. En daar heb ik nog niet echt veel tijd voor gehad. Het begin zou ook niet kunnen helpen, Kiona. Oh, nee, ben ik hem weer kwijt. Moet je wat langer maken. Dat je boven ook het eindje houdt. Of wat rustiger doen. Waarschijnlijk. Allebei. Zie je het stof uit jouw draadje komen? Ja. Is dat stof? Dat is stof. Nee toch? Het zou best kunnen. Maar dat ligt in mijn la onder mijn bed. Wel. Heb je zin in een fruitsapje? Ik ga een glaasje water pakken. Water? Komt eraan. Fruitsap, ja. Fruitsap 3. Oh, dan hoef ik niet op te staan. Ik wil er net op staan voor glaasjes water. Mag ik mijn fles water? Yes, ik vul hem je. Dankjewel. Hey, wat een service. Ah, die rekening die komt wel, hè? Nou, nee. Zullen we de tafel dan hier pakken? Kan wel, staat het wel in de zon allemaal. Kan wel. Dat zweegt niks. Dus, Arme Leo. Een arme bloemenstruik. Zal ik de fles even... Zal ik even de fles pakken? Ja, hij is open. Oh. Gelukkig was het geen sap, hè? Dankjewel, schat. En ik heb geprobeerd, mooi op mijn leven. En jijzelf? Ja, ik heb ook. Maar ik ben bijna aan het tekenen, dus ik ga bij het tekenen. Ja, we zijn ver geweest, hoor je dat? Ja. Heeft hij al wat water gehad? Ja. Oké. Okay. Ah, ja. Het is toch vakantie? Echt wel. Hier. Alleen wel eens een beetje warm, hè? Hier zit het lekker. Maar hier komt eigenlijk de zon, dat is wel minder. Nou ja, ik kreeg net een melding. Tot vandaag was de hoogste vlam zon in jaren. Qua warmte. Oh, dan is die vlam hier. Ja. Maar ik heb geen korte broek mee. Ik werd één. Wat had ik gezegd, mama? Ja, altijd. Had je nog gewaarschuwd? Weeg niks in het koffertje. Ik weet het. Ja. Ze zei mama, ja, maar die doe ik toch nu dan. Maar ik heb ook niet meer zo'n mooie benen. Het gaat erom dat je nou heel warm hebt met je lange broek. Nou, mijn benen zijn wel mooi dan. Ja. Man, ja. Maar daar zit een broekje onder, hoor. Papa wordt nerveus van de hond. Mm. Oh, kom eens hier. Op de sokken. Nee, dat gaat meteen overheen. Dat was zo leuk. Ik wil het even laten zien. Zet het maar niet binnen doen. Hop hem eens even. Quirino, kom eens. Queen. Hij heeft geen schoenen aan. Ah, hij kan er op sokken komen. Quirino is druk bezig met een spin. Er hangt een vliegenmepper op het, aan het kastje. Een vliegenmepper waar? Naast de deur. Naast de deur. Oh ja. Hier vinden we die sprietjes aan. Kijk, hè? Het is een penseel. Ja, zo ziet het eruit. Allemaal rubberen.
Volgens mij is er een hele grote vogel erin. Ja, voorzichtig, we hebben hier allemaal drinken. Ja, kom maar. Dat kom maar. Ja, leuk hè? Maar is dat een vliegenmapper? Dat is een vliegenmapper, ja. Nou, het was een vriendslok dood. Ja. Ik heb hem nooit gezien. Het zijn hele zware rubberen, kom hier. Nooit gezien. Ik ken het ook vast. Het heet ook Bye Bye Fly. Bye, bye. Nou, hij sloeg lekker hoor. Nee, nee. Kijk Leo, zag je dat meteen? Ik heb niks gezien. Bye bye. Laat even te drinken. Kijk die bloemen op, mensen. Heeft u zijn eten op? We hebben geen borstels meegenomen, hè? Nee. Nee. Altijd liggend, daar, kijk. Nee, op het etenschat. Nee, joh. Totaal. Kijk, tot te warm is om te eten. Vind jij het ooit wel eens te warm om te eten? Nee, wij zijn geen hond. Nou, ik ga door maar tekenen, dus het is te warm hier. Waar is mijn zakje? Paps, ik krijg hem niet meer omhoog. Paps. Nou, ik vind het heel knap wat je doet. Ja, goed zo, goed zo. Kijk, hij zit er bijna op. En dan kun je met twee handjes het blaadje oppakken en dan doe je hem in de struik. Even wachten dat hij erop zit. Knap hoor. Eeuw, wat slijm achter. Zo knap. Ja, pak hem op, goed zo. Leg hem maar hier aan de struikjes. Kom maar, zet hem hier in de struik, helemaal in de struikjes. Goed zo! Hé, hey, topper hè? Hey. En nou lekker voetballen. Ja, voetballen. We gaan naar deze kant, maar gaat hij de straat los. Daar gaat hij naar de achterkant. Ja, en hier ook. Ja, maar ik schiet laag. Maar Quirino schiet ook laag hè? Goed zo. Ik schoot hard maar laag. Ja, perfect. Ik weet niet wat Paps heeft uitgevoerd met zijn scheermesje, maar het was een scherp mesje en ik was een beetje snel. Je bent ook heel snel terug. Ach. Maar ook aan de zijkant. Nee, joh, het zal het doet toch pijn. Pijn. Nee, doet je pijn? Oh, hier ook? Doet je pijn? Het is echt wel pijn. Nee, daar voel je niks van. Oh. Ik denk thuis, zet ik snel een nieuw mesje erop en die andere was echt bot. Maar je hebt een rood shirt aan. Ja, maar ik was een beetje snel. Ik wilde dat even zelf. Dan moet je. Maar je ruikt lekker. Dan moet je rustig. Ja, dat weet ik. Tabak. Cake van oma. Lekker. Oh. Jullie brilletjes zijn klaar. De brillenzaak. Ja, maakt er niet uit. Ja, dat is heel smakelijk om daar. Wil je hebben? Nee. Ja. Spat dat toch niet? Maar dat doet toch pijn? Nee, doet ja, geen pijn. Doet echt helemaal, doet echt geen pijn. Jawel. Nee. Nee. Van nu pas op hoeveel haren je op je oren hebt staan. Ja, weet ik. Die moet ik eventjes ook nog eens... Nou, dat zou ik niet. Het is van gehoord. Zing! Ik vind dat schilderij op mijn kamer zo leuk. Nou, ik heb op zolder... in een doos... Oh, thuis, of wat? Thuis? Heb ik nog een reproductie liggen. Oh? Van Vincent van Gogh. En dat heb je nooit verteld? Nee. Van die kleintje. Van op de kamer. Van die met het, volgens mij die met het bruggetje. Die komt van het Krallemullenmuseum. Wow. Ja, want dat bruggetje heeft toen volgens mij in de pauze geschilderd. Was zo'n verhaal over. Ja. Toen hadden ze pauze en heeft hij dat heel snel geschilderd. En dat is een hele bekende. Mm-hmm. Wat zitten wij diep? Die zonnebloemen. Nee, die wij hier ook hebben. Die hangt hier ook geloof ik ergens. Jongens, wat ben je doen? Kan je opletten. Alles fiet hier. Hé, hij doet het. Ja, wat vind je daarvan? Hij doet het. Goed, hè? Netjes, toch? Dat andere garen was gewoon niet geschikt. Maar toen was ik op een of andere manier was ik hierin gekomen en toen was het helemaal mislukt. Dus ik heb er eentje van, dat is een behoogd huis. Ja, reproductie. Ja, een foto ervan. Hè. Graag. Die heb ik. Dus als je die wil, ophangen. Ja, die wil ik aan mijn muur. In een gouden? Het dondert. Ja. Maar dat zijn donderbeestjes. Die wil ik, hè. Dit zijn donderbeestjes. Ik weet wel dit. Ja, die wil ik wel eens zien. Ah, weet ik wel eens. Heb je die dan ooit gekocht?
Ik ben ooit in het Krullenmullen Museum geweest, heel vroeger. Dat is hier in de buurt, hè? Dat is hier in de buurt, ja. Dat vond ik zo leuk. Ik vind dat leuk, ik vind dat leuk en interessant. Dus die heb ik. Leuk. Ik zal hem eens gaan kijken waar die... Ja, ze kan hem daar afschieten. Ja, man. Oh, ik weet niet waar die is. Ergens één keer. Dat is die merel, is dat? Leuk toch? Wij hadden geen bubbeltjes meer. Dat is de nee, merel. Bij ons is het dood. Dat is de merel. Wat je hoort. Weet je wat er wel bij ons is? Slakken. Die heb ik nou, maar daar moet je niet blij mee zijn. Hier zijn ook slakken. Hier ook. Curino heeft toch al een drie... Ja. In de struikje gezet. Ja, van de middel op het grasveld op een blaadje laten lopen, dus in de struikje gezet. Nachtslakken. Zolang we ze niet meenemen naar huis, is goed. Nou, koffie is op. We gaan een stukje wandelen naar de koopjeskast. Is niet ver. Je zegt, vanmorgen zijn we met Leo even al langs gelopen. En hebben een klein doel. Hè. Dat is de koopjeskast. Oh, die is leuk. Die is leuk, Gie. Leuk, hè? En die mee een gedeelte is gratis aan de zijkant en dat is betaald. En dan staat daar gewoon een bus en dan kun je dan het geld in doen. Wat leuk. Nou, wij lopen even. En als je mee wil, loop je mee. Ja. En als je niet mee wil, blijf je lekker. Ja. Ik kom wel mee. Loop jij wel mee? Oh. Ga je ook mee? Luca. Kio, ga jij mee? Jazeker. Zeg, smile. Moeten jullie wel geld meenemen, hè? Heb je hem? Wow. Ja, hij staat niet helemaal op. Ja. Dat is eigenlijk voor de vogeltjes, maar alles vliegt even hard weg, hè? Ja, en ze zijn hier nou niet echt bepaald stil of zo voor die vogels. Nee, zou je denken. Ja. Zo dus. Rustig, rustig. Oh, ik kan niet zacht staan. Dat lukt mij niet. Zullen we even lopen? Wij gaan lopen. Ik ga mijn schoenen aandoen. Even de sokken halen weer. Moet jij naar boven? Kun je meteen de tas mee naar onder nemen? Waar ben je nou boven geweest? Camera halen, andere lens halen, accu halen. Hey Gie, is dat nog ver? Na dit hekwerk is het. Oké. Okay. Hier loop ik 's morgen altijd met het rondje. Of altijd, één keer gedaan. Ja, want het loont zich dus wel, hè, een weekend, hè? Ja. Want je hebt dus het gevoel... Dat je al veel langer hebt. Ja. Ja, echt wel. Gisteren met inpakken hadden we eigenlijk zoiets van, jeetje... Ja, maar ook door de regen. Ja, voor een weekend inpakken loont zich dat. We merken nu al... Dat het lijkt alsof we veel, veel langer zijn. Ja. Dus het is wel leuk om er even uit te zijn. Zeker. En we mogen blijven tot en met maandag. Dus eigenlijk dan een lang weekend. Super, super. Leuk hè, de koopjeskast. Jawel. Wij kennen dat niet. We kennen wel leenbiepjes, maar dit niet. Dit is echt iets volgens mij van hogerop. Althans, ik heb het in Limburg nog niet gezien, een koopjeskast. Nee. Leuk. Quirino, jij hebt je memory? Die staat er op de stoel. Jona ook iets? Ik heb een fotografieboek. Ik gratis. Heb deze. Je dacht gratis. Wauw. Cool hoor. En kijk hoeveel kaartjes. Ja, moet je niet allemaal in één keer, want dan blijf je maar uren spelen. Moet je er een dan paar... Dan blijf je dat een paar weken doen. Ja. Papa heeft zijn leesbril niet mee. Nee, dat is een namenboek. Er staan alleen maar namen. Oh, namen. Alleen maar namen. Namenboek. Ja. Hallo. Hey paps, waarom neem je dat namenboek niet mee voor mijn knuffel? Gooi en bloei. Gooi en bloei. Kom even bij mij zitten. Hm? Okay. Wachten we even op de anderen. Kunnen die ook nog neuzen? Maar hier zijn allemaal visie. Damien, ja. Anders koop je zo'n Frans Bauer CD. Ja. Ja. Ik is dat ben niet zo van pandje bouwen. Oh. Oh. Dat is niet aardig. Tenminste, niet die, niet die oude muziek. Tegenwoordig is zijn muziek wel leuk, maar, die, maar zo'n CD van uit zijn... Uh-huh. Vroegere jaren vind ik niet zo leuk. Ik vind de serie van de Bouwers wel heel ja, leuk. Ja, klopt. Ja, kijk. Bad Boys. Ja,
Voor vanavond kunnen we allemaal kijken. Ook krijgen we vanavond filmavond. Even kijken. 50 cent is dat van. Ja. Dat zit hierin. Dat zou wel anders zijn. Ja, volgens mij wel. Hé, hey, maar dan moet je wel kijken aan de eettafel, toch? Lachen! Nee. Paps! Gie. Oh, is die mooi? Lachen! Lachen! Damien, we gaan erop, op de foto. Hé, hey, moet je dan aan de eettafel kijken? Ja. Saar. We moeten aan de eettafel kijken. Ja. Maakt het uit? Wie wil er allemaal meekijken? Ik wil graag kijken, maar ik had graag op de bank willen zitten. Ja, ja, op de bank wel, maar niet aan de tafel. Kunnen we hier aan de bank zitten? Helemaal een geheuze. Komt hoor. Maar, nee, misschien kan die ook draaien. Alle tv's. Hé, die is 16 jaar en ouder. Vier. Ah, vier, kan wel. Nee, dat kan wel. Dat wel. Zien we niet. Zo. Ja, geef Quirino een fototoestelletje en... Daarom. Nou, anders kijken we wel aan de eettafel. Kunnen we ook lekker snacken. Hoe kan zo van gaan? Is die ook leuk? Oh, dat is een andere. Vierder heeft een andere. Alexander. Over de Romeinen. Helemaal dikke ziel nog. Nou, neem die dan ook mee. Nee, kijk. Ja. Ja. Hé, hey, Saar betaalt. Aan de memory, of doen we die niet? Die memory ook, maar die memory was gratis. Die was gratis, gratis kast. Ah, ook niet. Wat zeg je? Een pissebed. Een pissebed? Frisbee, het echt wel. Oeh. Hebben we alles? Heeft niemand iets? Hé, hey, Saar betaalt met koffiegeld, hè? Ja. Saar betaalt met koffiegeld van school. Wie heeft allemaal iets? Ik heb niks. Die twee en deze is wel dus een euro. Ja, koffiegeld is gewoon normaal geld, maar waar... Ja, daar, nou ja, het zijn geen koffiemuntjes, ja, hè? Wat is het pissebed? Kom. Je moet hem met de natuur bij de bomen doen. Je moet hem bij de bomen. Ik heb een hartaanval. Wat is je pakje? Ik weet het niet. Ja. Hier is het hier. Mooi. Is hem dat? Ja. Wil je het filmen? Nee hoor, gooi hem erin. Oh, die komt wel leeg. Was die helemaal leeg? Ja. Cute, nou. Zet hem daar in de bosjes. Ja, we hebben het. Cute, zet hem in de bosjes. Zag. Alweer? Die heb ik. Thuis. Die heb ik van Gogh. Als reproductie dan, hè? Niet de echte. Oh, ik dacht wel. Nee, niet. Zo rijk ben ik niet. Volgens mij heb ik die. Weet ik bijna zeker. Dan gaan we thuis maar zien. Is dat echt in Otterlo, dit? Ja, weet ik niet waar het is opgenomen. Geen idee waar hij dat geschilderd heeft. Moet je. Gaan we opzoeken. We gaan hem opzoeken. Waar hij dat geschilderd heeft. Leuk hè, die campings staan vol hè? Allemaal, ja. Ik kan op TMU kijken voor de schilderij wat bij mij in mijn slaapkamer ophangt. Auto-achtig. Auto-achtig. Kijk even via die dvd wat jij hebt. Alexander. Papa houdt ook altijd van geschiedenis. Dus die moet je hier kijken. Ja. En kan je niet deze tv nadaar, terwijl die is aangesloten. Ik heb dat liedje in mijn hoofd. De kast gewoon meenemen. Maar staat er daar geen dvd? Nee, er staat niks. Nee. Zit hij al op? Wil jij naar buiten? Ja, kom dat hier. Dat denk ik wel, hè. Ga maar naar Damien. Ja. Naar buiten, schat. Daar is het lekker koel. Rennen! Die kant, ren! Ren, kom! Rennen. Ik kom nog even zitten en dan ga ik koken. Zeker. Toch? Hebben we geen speeltje mee? Nee. Jij wel die frisbee? Ja. Waarom mogen we de frisbee? We krijgen wraps. Ga ik straks aan beginnen. En nog even zitten. Een beetje vroeg. Je achter een frisbee aan het is nu 5 uur. Je kunt toch vangen? Kom. Bijna! Ik had zo mooi. Ik had zo mooi. Hij bijt een stuk, hè? Volgens mij is dat geen frisbee. Ja, dat is wel een frisbee. Daar heb ik geen speeltje voor je bij. Leo!
Wie gaat rennen? Jij? Het is toch een spelende hond van niks, hè? Nee, hij speelt niet. Kom! Leo! Leo, kom eens. Gooi eens, Sarah. Denk je, ik aan de ramen? Ja, ja. Bijna. Leo! Fuck Leo! Sarah! Ik wou naar Leo! Ja, trap hem! Maak jij die kip klein? Dan heb ik meer kip. Oh, dan heb je meer. Bij onze, ja, mentaal. Bij onze tante keken we altijd Sesamstraat met Sinterklaas. Ja. Kiona. Hey, jij scoort punten. Zullen wij het hoogste... Je mag erin. Je mag erin. En afsluiten? Ja, zeker. Op een geweldige dag? Op een geweldige dag. Een zonnige dag. Het heeft nu net even geregend, maar... Ja, het is nu alweer over. Het is al over, dus we kunnen dadelijk even lekker naar buiten. Ik heb niet gezien. Tot morgen. Doei. Het was gezellig. Het was super, hè? Ja. Lekker. Is het lekker? Ja, zeker. Leuk vakantiehuisje. Echt wel. Damon is al gedoucht, hè? Ja, zeker ben ik gedoucht. Ik vind dit huisje mooier dan ons oude huis. Oh, ons eigen huis. Oh. Ik ook. Moeten we toch maar naar hier gaan verhuizen. Ja. Dan blijven we hier voor altijd door. Tussen de vogeltjes in het bos. Ja, heerlijk. Maar weet je ook waar we zijn, Quirino? Hoe heet het hier? Het Otterlo. Ja! Ja. Otterlo. Op de Veluwe. Dat heb ik hem in de auto laten zien. Dat is eigenlijk aanraden.